Je helpt mensen ermee die een aandoening hebben. Mensen die pijnen hebben. Mensen die met de reguliere medicatie niet meer uit de voeten kunnen. En die help je ermee. Nederland staat internationaal bekend om zijn liberale cannabisbeleid. En onze coffeeshops zijn nog steeds een symbool voor de voortrekkersrol die Nederland daarin heeft. Maar veel minder bekend is de beschikbaarheid van medicinale cannabis in Nederland. Terwijl je dit al sinds 2003 op recept bij de apotheek kan krijgen. Maar voor veel patiënten, artsen en zorgverzekeraars ligt er nog steeds een taboe op. Omdat ze het alleen maar kennen als recreatieve druk met een niet al te beste imago. We gaan hennepolie maken en daarmee maken we gebruik van de volgende spullen. Maar binnen een bepaald circuit is dit taboe op medicinale cannabis helemaal verdwenen. Dit zijn mensen die zelf aan het kweken en aan het brouwen zijn geslagen, omdat ze online berichten lezen over de werkzaamheid ervan en dat het zelfs kanker zou kunnen genezen. Maar dit zijn dus mensen die een medicijn maken van een middel dat nog altijd op de opiumwet staat. En wij wilden weten wie die mensen zijn die met gevaar voor eigen vrijheid hun eigen medicijn brouwen. En daarom gaan we naar Vlagtwedde, een piepklein dorpje in Noord-Groningen, om Erik te ontmoeten. Hij maakt zelf cannabisolie voor zijn dochter Maaike, die aan een ernstige vorm van epilepsie leidt. Gwen. Erik. Deze wassen. Die moet je s'avonds. Ja, dat zijn eigenlijk dezelfde medicijnen als deze. Oh ja, dus je hebt 's ochtends de witte en de blauwe en de kleine. Ze heeft goede periodes en slechte periodes, laat ik het zo zeggen. En die heeft ze nu ook nog steeds. Maar zo slecht als het was voor het gebruik van CBD is het nog nooit weer geweest. Erik wil zijn dochter voornamelijk cannabis geven met veel CBD erin. Dat is een van de werkzame stoffen in cannabis. THC is de meest bekende, maar er zijn ongeveer 22 zogenaamde cannabinoïden. Allemaal stoffen met hun eigen werking. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat CBD helpt bij het verminderen van pijn, psychoses en dus ook epilepsie. Voor het gebruik van het CBD, dan is het net of ze gewoon, ja, dan kan ze gewoon de hele dag stoïcijns op de bank gaan zitten. En de mondmotoriek die werkt ook niet mee, waardoor ze ontzettend veel speekselvloed heeft. Nou, dan kun je gewoon theedoeken vol onder gaan hangen, want het loopt maar door. Nou, en dat is nu niet meer zo erg. Lang niet meer. Is ook sinds de CBD minder geworden? Veel minder. Veel, veel, veel minder. Ja. Flink verhaal over jou, Maaike. Ja. Noord-Groningen is het Nederlandse centrum voor de teelt van industriële hennep. Deze soort hennep wordt in principe alleen geteeld voor de vezels en zaden, waar onder andere touw en textiel van gemaakt wordt. Als je hier rondrijdt, zie je soms hennep tot aan de horizon. Deze hennep bevat nauwelijks THC, maar wel CBD. En dat is waar Erik naar op zoek gaat. Kijk. De mensen die overstappen op dit alternatief, die hebben alles al geprobeerd. Ja. Die hebben de medicaties gehad. De medici die zitten dan met hun handen in het haar en die weten het ook niet meer. En dan doe je dat waarvan jij dan denkt van, waarmee kan ik mijn kind nog helpen? Nou, en dan is dit vaak het laatste redmiddel. Als je even overheen kijkt, dan zie je daar ook een paar van die hele mooie toppen staan. Zie je dat? Ja, die zijn... Er bovenuit steken. Nou, dan moeten we er even voorzichtig doorheen lopen. Want eerlijk is eerlijk, ik heb toestemming om dit te doen, maar het is ook niet de bedoeling om de boel te vernielen. Nee, het is wel echt anders dan naar de apotheek gaan, dit. Ja, maar je kunt het ook zo zeggen, dit is de apotheek. Er zitten een paar mooie dikke toppen bij. Ik denk dat ik voor Maaike schat ik in dat ik hier voor het hele jaar wel genoeg heb en een vuilniszak vol. Let's go. Oké. Is dit overdreven? Nee, want zo loop ik er ook mee namelijk. Echt? Ja, maar dat tilt het makkelijkst. Erik heeft al deze kennis opgedaan via Wernhard Bruining, een van de eerste coffeeshophouders in Nederland en nu aanjager van deze alternatieve scene. Hij spoort mensen aan om de weg via de apotheek te negeren en zelf aan de slag te gaan. De aandacht is zo groot. Ons idee was om de mensen te leren het zelf te maken. Dus eerst de kennis ermee te laten maken. Dan het ze te geven of te verkopen. En dan te zeggen van joh, en als je het zelf maakt, dat is veel bevredigender, maar ook veel goedkoper. Ja. Kijk, als ik de enige ben en blijf, dan kun je mij zo uitschakelen. Ja. En op het moment dat ik uitgeschakeld ben, staan allemaal patiënten in de kou.
Nu is het zo, nu zijn er tientallen honderden leveranciers en die kan je niet zomaar meer uitschakelen. En zie je dat echt zo, dat ze dan echt in de kou staan als jij wegvalt of als die leveranciers wegvallen? Ja, er zijn mensen die dus echt een doodswens hebben als ze niet aan wietolie kunnen komen. Mensen die dus niet geholpen zijn met reguliere medicijnen. Zijn dat ook de mensen die hier komen? Ja. Ik heb dus polyarthrose, dus een vorm van reuma. Mm-hmm. Maar ja, sinds 2014 wordt niks meer vergoed van reuma. Dus ja, ik denk dat dit echt een uitkomst is voor mij. En heeft u ooit vanuit uw huisarts een doorverwijzing gekregen? Nee, nooit. Nee. Helemaal niet? Nee, nee, ik heb het wel eens ter sprake gebracht. En toen werd het eigenlijk afgedaan als van, nou, dat zal wel niet werken. En zij stond er ook niet echt achter. Waar haalt u dit vandaan? Bij mij in de tuin. Gewoon in de tuin? Ja. Ik heb zo'n grote plant staan. Ik heb hem op mijn camera staan. En die gaat dus ook bloeien. Mooi, die zien. Mag ik die zien? Ja, heel graag. Een foto te maken van je tuin en wat ziet. Zie je? Die staat bij mij dus achter. Waar gebruikt u dit voor? Nou, ik ga er olie van maken. Ik heb het ook bij me, want ik gebruik het al vanaf januari. Mm-hmm. En ik voel me er goed bij. Vindt u het dan niet ook een beetje gek dat als er iets is wat zo goed werkt, dat u dat dan niet bij de apotheek kunt krijgen? Ja, vind ik raar. Maar die medicijnen verkopen zo graag. Dat is business. Dat is business. Ik ga pillen voor de hoge bloeddruk en voor de schildklier. Mm-hmm. Ik gebruik helemaal niets meer, alleen druppeltjes. En dat is voldoende? Voldoende. Ik heb geen pijn. Ik slaap als een roos. Ja. Om beter te begrijpen hoe dat reguliere pad eruit ziet, hebben we contact opgenomen met Arno Hazekamp. Hij is een van de weinigen die op wetenschappelijke basis onderzoek doet naar de medicinale kwaliteiten van cannabis. En daarom verantwoordelijk is voor de meest recente kennis over de medicinale werking van de plant. Nou, ik wilde maatschappelijk verantwoord onderzoeken. Ja. Dat was in die tijd nog niet zo'n ding, maar ik had zoiets van, als ik dan toch iets onderzoek, waarom onderzoek ik dan niet gewoon iets wat, waar mensen ook op zitten te wachten? Zodat ik het direct kan uitleggen in plaats van dat het door de kijk of door de National Geographic moet worden vertaald. Ja. Ja, we zijn nu in het lab waar ik extracten maak en in feite bepaal wat er in cannabis eigenlijk voor stoffen aanwezig zijn. Waar werkt het tegen? Wat is er al nu bekend waar het effectief voor is? Nou, er zijn natuurlijk twee bronnen van informatie. Grote groepen patiënten die ervaring hebben opgedaan en die zeggen waar het voor werkt. En dan kom je uit bij vooral pijn, angst, stress, eetlust en slaap. En als je kijkt naar klinische studies, dan komt er eigenlijk een beetje hetzelfde plaatje uit. MS, spasmen, epilepsie, pijn, slaap, overgeven. Alleen in de vorm van cannabis is het allemaal een stuk ingewikkelder. Normaal hebben we één stofje en dat is dan een medicijn. En nu hebben we zo'n hele boel bij elkaar. Dus dit is de koelkast met de laatste ontwikkelingen op het gebied van medicinale cannabis. De schatkist waar het allemaal om gaat. Een stuk of 500 verschillende cannabis samples om te kunnen zien wat is nou de diversiteit die we nog kennen binnen de cannabis in Nederland. Dus uiteindelijk is de bedoeling dat al die extracten mij vertellen hoe zit het nou in elkaar. Ja, dan moet het duidelijk zijn wat het beste is. Mijn werk begint vooral bij het begrijpen, wat voor stoffen zitten daar nou in en welke stoffen doen dan welk werk? Waarom werkt deze soort nou om goed te slapen en die andere helemaal niet, maar die werkt wel heel goed bij pijn? CBD-olie, dat zelfs wordt gebruikt bij epileptische kinderen bijvoorbeeld en waarvan wordt geclaimd dat het ook kanker zou genezen. En dat zou allemaal eventueel waar kunnen zijn, maar dat moet natuurlijk wel goed worden onderbouwd. Anders doe je er misschien meer kwaad mee dan goed. Het onderzoek naar cannabis en epilepsie is nog zo jong dat het voor veel artsen nog niet voldoende is om cannabis te accepteren als medicijn. En daarom schrijven zowel de huisarts als de neuroloog van Maaike de cannabis niet voor. Erik staat voor de keuze. Wachten tot de wetenschap zover is of zelf aan de slag gaan. Het ruikt echt hartstikke naar wiet. Hennep, ja. Ja, wiet ruikt anders. Dan pak ik de top. Mm-hmm. Dit mag er allemaal bij. Gaat in de keukenmachine, gaat allemaal lekker vermalen totdat het allemaal los is. Een stukje omhoog tillen. Kijk zo. Zo. En weer naar beneden. Zo. Ik heb een volle pan. Ah, super. Ja. Over 150 graden. 5 minuten. Nou, gaat in een dubbele panty. Ja.
leg je in het alcohol. De rest ga je verdampen in de rijstkoker. Als de belletjes bijna weg zijn, dan gooien we de olie erbij. En gooit er nu gewoon olijfolie bij? Ja. En carbonade aan het bakken dit. Tadaa, CBD. Dit is dus wat er nu over is van de planten die we hebben geknipt. Ongeveer 80 milliliter CBD-olie, aangelengd met olijfolie, dus dit is niet puur. En dit wordt 3 keer per dag 3 druppels voor Maaike. Doe maar, mond open. Zo, 3 druppels. Smaakt het anders? Of net zo? Nee, het is nieuwe. Hoe proeft het? Maar niks. Ja, helemaal niks. Net zoals die andere? Ik proef helemaal niks. Ik proef helemaal niks. Oh, nou, oké. Goed resultaat? Nee, ik wil het weten. Nou, inderdaad, ja. Zeg gelijk. Ja? Deze smaakt inderdaad wel wat anders, ja. Stel nou even heel hypothetisch gezien dat er vanuit de overheid een instantie zou zijn die zou aanbieden om dit soort dingen te doen voor ouders met zieke kinderen. Als je weet wat voor medicijn je iemand voorschotelt. Zou je dat dan aannemen? Ja. Kijk, het is niet zo dat wij anti-overheid zijn, maar dat is niet zo. Want Mike is altijd heel goed terecht geweest. Dit middel hebben we uitgeprobeerd. Het is tot nu toe een hit, zeg maar. En daar blijven we wel mee doorgaan. Maar als er iemand anders met iets beters komt, nou, ik ben de eerste die vooraan staat. Maar niet voor 1100 euro in de maand. Nee, het moet wel betaalbaar zijn. Het moet voor iedereen te krijgen zijn, denk ik dan. Nou, dat is wat ik ervan vind. Ja. Op dit moment is nog niet bekend of en wanneer epilepsiepatiënten in aanmerking zullen komen voor cannabis van de apotheek. Maar als het zover is, dan komt die cannabis van het bedrijf Bedrocan BV. Zij hebben het monopolie op medicinale cannabis in Nederland. Doordat de wetenschapstak rondom cannabis klein is, is Arno Hazekamp ook hier in functie. Naast zijn wetenschappelijke onderzoek aan de universiteit, is hij ook hier hoofdonderzoeker. We hebben toestemming gekregen om te filmen bij Bedrocan, maar wel onder de voorwaarde dat we de buitenkant niet in beeld nemen, omdat er angst is voor inbraken. Dus vanuit veiligheidsoverwegingen zien we alleen de binnenkant. Kom binnen. Dan komen we nu bij het echte kweekgedeelte. Ja, hier is wel echt een... Hier ruikt het ook al. Hier is een ander soort atmosfeer. Ja, dus hier gaan we naar binnen. Ik zie het ook al staan. Ik loop nu in het enige legale wietlab van Nederland eigenlijk. Er staan ook gewoon al planten hier en je ruikt het overal. Wauw. Dit is een soort, zoals je ziet, iets wat dunner, hè? Wat slanker en wat dunnere stengeltjes en kleinere bloemetjes. Maar heel even terug naar, want ik sta voor een cel, er gaat nu een raampje open, het licht gaat aan en er staan voor mij allemaal wietplanten. Dat klopt, dat zijn het. Ja. Dit zijn de enige legale wietplanten van Nederland. Ja, in feite, er zijn een paar andere bedrijven of organisaties met een ontheffing, maar dit is in feite de enige echte plek waar cannabis wordt geproduceerd voor consumptie door mensen, ja. Tot medicijn gemaakt. Ja, heel even voor het gevoel, wat moet ik me bij voorstellen? We kunnen niet door die deur die moet dicht blijven. Hoeveel planten zitten hier achter? Nou, hier zit in feite een hele oogst per kamer. Het gaat maandagochtend de droogruimte in. Dan heeft het precies 7 dagen de tijd om te drogen. Dus dan zit de volgende maandag. En dan ben je de stap aan het maken van levende plant naar eindmedicijn. Ja. Dus dan de bloemtoppen die je dan wilt, zitten dan nog vast aan de stengel. En die moeten dan worden verwijderd. En dat gebeurt nog weer een stapje verder aan de andere kant. Dus dan moeten mensen ook echt helemaal aangekleed zijn met een pak en een haarnetje en een handschoenen en een mondkapje voor. En dan gaan de dames aan de slag. Volgens Arno is een van de grootste uitdagingen op dit moment om de dosering goed te krijgen. Dus we zijn nu aan het werken aan een verdamper. Een kleine verdamper waarbij je in feite de cannabis als een soort van klein schijfje, noem het maar een klein Nespresso schijfje,
in een apparaat stopt. Die doe je dicht, vervolgens doe je hem aan. En als die klaar is, dan inhaleer je. Een espresso systeem voor cannabis. Want waarom zou ik als patiënt een potje willen openen, de cannabis vermalen, hele kleine hoeveelheden gaan doseren, vieze vingers krijgen, het ruikt raar, moet ik het ergens instoppen? Dat is helemaal niet nodig. En dat is ook niet wat cannabis medicinaal maakt. Dat zijn allemaal onnodige dingen die we net zo goed alvast voor zo'n gebruiker kunnen gaan regelen. Misschien is het wel leuk om ook nog even de oprichter van Bedelkan te ontmoeten. Hoi. Hallo. Ben. Ik ben Schelling. Goed je te ontmoeten. Is deze al bijna klaar voor de oogst? Als ik heel even mag kijken. Ja, zeker. Deze moet nog ruim 2 weken. En wanneer is het wiet? Het wordt nooit wiet. Het is medicinale cannabis. Dat ten eerste. Dus het wordt nooit wiet. Laten we dat even voorop stellen. Waarom is dat onderscheid zo belangrijk? Als je kijkt naar laten we zeggen, de coffeeshopcultuur. Ja, daar bestel je White Widow. Maar wat dat dan precies is en wat daar dan in zit, geen mens die het weet. Bij medicinale cannabis weet je precies wat je krijgt. Daar hebben we Arno weer voor. Dus een van de grotere projecten waar we aan werken is het in kaart brengen van de biodiversiteit van cannabis eigenlijk. Bijvoorbeeld, als je nou een White Widow koopt, krijg je dan altijd hetzelfde? Of is dat elke keer zo anders dat het de ene keer meer op een Sour Diesel lijkt en de volgende keer op een Northern Lights? Want als dat zo is, dan hebben we dus die naamlabel dus eigenlijk geen zin. Dus daarom meten we alles wat we kunnen. En laten ons vooral ook inspireren door verhalen van patiënten en gebruikers. Waar denken jullie dat circuit, wat zich voornamelijk online afspeelt, vandaan komt van deze patiënten die dus het heft in eigen hand hebben genomen? Er zijn artsen die, zolang er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is wat bewijst dat cannabis werkt, en met name de soorten waar we het hier over hebben, zoals die beschikbaar zijn, als dat bewijs er onvoldoende is voor die arts, ja, dan zal die er moeite mee hebben om voor te schrijven. Dat is ook dé reden voor ons waarom wij steeds verder gaan met ons onderzoek, ook naar om te gaan kijken van wat doen onze soorten nou straks, wat doen die in mensen? De patiënten, de thuiskwekers en de zelfbrouwers, die de aanjagers van het wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis zijn, willen niet wachten op de trage wetenschappelijke methode of goedkeuring van de zorgverzekeraar. Zij menen dat het voor hun onnodig lijden en soms zelfs de dood kan betekenen. Het lijkt erop dat alleen wanneer het imago van cannabis verandert, de plant eindelijk de positieve aandacht krijgt die het verdient. Zodat er niet meer een handjevol onderzoekers is en dat mensen niet meer zelf een medicijn voor hun kind hoeven te maken. God, die heeft ons hennep gegeven en wij verbieden het. Wie is er nou gek dan? Ik maak er geen cocaïne van. Dat is heel wat anders. Je helpt mensen ermee die een aandoening hebben. Mensen die pijnen hebben. Mensen die met de reguliere medicatie niet meer uit de voeten kunnen. En die help je ermee. Als je denkt ik ben verslagen, is de nederlaag een feit. Goed zo. En je moet volhouden. Okay. Dan win je op de duurde strijd.